shoptippers, de naar de toptippers. De topfit rockers van de opgefokt spitters. De zonder kop kippen en de ongeschikt floppers. Ik represent mijn shit en ik wil onze hits droppen. Fok de op en top hippers, de lollipop likkers. De onbegrip lokkers en de tollykop slikkers. De voor de fok flikkers en de om geen shit krokkers. Ik represent de spitters voor alle hiphoppers. Ik represent de grot grippers, de op je lip zitters. De domme chick scotters en die ijzer spot hitters. De jokko brok klikkers en de in de spits koppers. Ik represent mijn klik en ik wil onze shit droppen. Op de zonnebok klikker, de opgekropt zitters. De 100 hits droppers komen op de top zitten. Dus drop je props bitter of dik mijn shit koppig. Ik represent de spit, dit is voor alle hiphoppers. Ik hoop dat je weet wie ik ben. Wie ik ben. Ik ben een D naar de M-E-I. Een D-man. En ik rock voor iedereen die ik ken. Iedereen. Simpelweg omdat ik represent. Ik represent. Ik hoop dat je weet wie ik ben. Wie ik ben. Ik ben een D naar de M-E-I. Een D-man. En ik rock voor iedereen die ik ken. Iedereen. Simpelweg omdat ik represent. Ik represent. Head feels funny, no speed running. Walking around in my clothes, they be bumming. Haven't been able to wash my clothes in weeks. Head's rocky, shit's foggy. When I speak, I start to dribble or start to giggle. At the funniest times, my focus is only on my rhymes. Nu nog een? Kan niet bijhouden, gaat snel voor. Ah, hallo. The first time I heard a kick and a snare, I just had a dance to it. I don't know, I had a certain romance to it, I knew it. I heard my first Jackson record when I was four, trying to break dance on the floor. I had the rhythm and the ego, but I knew there was more. I felt the music flow through my core, within no time I was sure that the way to success was for me to express. I see what this life had in store. What? It haven't been able to stay focused, cause everything around me seems to be bogus. I guess I'm high or something of my niet something kunnen rappen is een hele nieuwe ding. Ja. Zeg maar gewoon, als ik zeg maar zou rappen, I really don't give a fuck, I got spit. Everybody come to me, I got gear. I don't really give a fuck, I'm bringing ice and spit and all my shit's mad nice. Dan is het echt zo van, oh yeah, he got a speech impediment, we need to work with this guy. I'm caught by this insomnia. Get back to sleep before the breaking of a new day. A new day, day, day. Who we? Who me? Who be the MC of the day today? Ik vind Nederland vind ik zo'n beetje de doofste spot om te wonen in de wereld. En ik ben vet blij dat ik hier zit. En ik vind Nederland echt, ik vind echt de shit. En ik zou, iedereen zit ook nu heel erg op die tip van, oh mijn god, Nederland gaat naar de kloten. Terroristische Marokkanen rechts en Lonsdale pappies dragen de shits links. Wow, paint my ride to the fullest, jongen. Ah, ik get this one. Ja, en dit is mijn auto. Weet je, het rappen heeft me gewoon echt wel verder geholpen, weet je, zoals je ziet. Dit is gewoon, dit is mijn auto, dit is één van mijn auto's, weet je. Ik zou zo de rest van mijn huis ook laten zien, kom even mee. Ik vind Nederland echt een shit, man. Ik hoef echt nergens naartoe. Bijvoorbeeld als ik in Amerika had gezeten, had ik helemaal niks kunnen doen met dit rapding. Ah. Het is zelfs zo erg in Nederland. Het is zeg maar, er hoeft zo weinig. Het is zo zeg maar in zijn kinderschoenen, hip-hop in Nederland. Dat als je de eerste bent van iets, dan ben je gewoon dan mee met, zeg maar. Weet je wel? Kom maar met mijn vibe of gewoon lekker doen alsof je iemand bent vanaf. Ja, ja, want je bent de eerste. Er is zeg maar, er was nog niet een soort van. Marokkaanse righteous papi, dat was er gewoon nog niet. Ik ben daarvoor zelf gehad als mijn huisbaas en zit te zeker dat ik laat ben met de huur. Ja, zo mooi, perfect. Ik bedoel, Extince was mad lang de man. Omdat, ja, er was ook nog niet iets zoals Extince. Het alleen maar die houterige boeren van een Oosterpossie. En dat klonk gewoon naar geen fuck. En toen kwam Extince, was van, oh wauw, vet, en Extince is de man. Je merkte het ook bij die laatste plaat, ging het gewoon niet op. Iedereen zo, ja, dit is nu al de beste, de Nederlandstalige plaat. Nee jongens, we hebben ondertussen Reemsten opgezwollen, we hebben allemaal andere dingen. Dus dat ging niet meer op, weet je wel. Maar goed, en bijvoorbeeld opgezwollen is de shit, omdat het zeg maar, er is toch niet iets als opgezwollen. Het is een soort van Nederlandse variant van Mobb Deep ofzo, weet je wel. Nou goed, dus dan heb je zeg maar opgezwollen. Maar goed, en Ali B, want dat is er ook nog niet. En dan, ja, zo kan iedereen weer komen, omdat het is er nog niet.
ik ben niet aan het competen met mensen als opgezwongen. Nee. Ik ben aan het competen met 50 Cent, weet je wel? Maar denk dan niet... wordt het spel heel anders. Kijk, ik ben nu 24 en ik ben in principe wat betreft een studie volgen ben ik al aan de oude kant, weet je wel. Maar op zich zou ik nu nog de remmer op kunnen zetten en een andere weg inslaan voordat ik 30 ben en ik niet meer een andere weg in kan slaan, weet je wel. En het is je twijfelt van zal ik van dit bootje afspringen, weet je wel. Wat weerhoud je ervan om van dat bootje te springen? Nou, omdat, weet je wel, als ik op een podium sta of als ik een nummer maak, dan ben ik zo intens gelukkig. En ik geloof heel erg dat wat je gelukkig maakt, is dat waar je hiervoor bent. Ja. Er zijn mensen die gewoon tekenen of vormgeven, daar worden